Weer zo leuk bedacht van Chris van de Gouwen. Café de Gouwen in Oeschees is omgetoverd tot een winkel waar vanaf vandaag kerstbomen, planten en cadeauartikelen gekocht kunnen worden. Het café trok vorige maand de stekker uit het bezorg- en afhaalconcept wegens de tegenvallende bestellingen en heeft nu een winkelvergunning. Dus dan word je weer creatief, dan ga je nadenken en dan ontmoet je allemaal leuke mensen en die er net zoveel zin hebben als wij. Dus nou hebben we bedacht om de kerstsfeer aan te pakken. Dus we zijn een winkel begonnen met artikelen, kerstartikelen, kerstbomen, kerststerren. Nou, je kan het zo gek niet verzinnen. Dus de hele Gouwen is omgetoverd in samenwerking met Planten in de Bollenstreek. Een bedrijf van twee jongens uit Rijnsburg. Mensen uit Oeschees en zelfs daarbuiten reageren enthousiast op het café. Omgetoverd tot kerstwinkel. Kijk! Weer zo leuk bedacht van Chris van de Gouwen. We kunnen nou geen vrijdagmiddagborrel meer doen, maar dan hebben we toch een leuke kerst. Er wordt ontzettend leuk op gereageerd. De mensen zijn natuurlijk, die willen helpen, dus dat is heel fijn. En zelfs de mensen uit Voorhout die de kerstboom hier komen halen. Dus het wordt heel warm ontvangen, heel leuk. Ja, geweldig. Geweldig. Weet je, dit is toch een tijd dat alles een beetje saai is en... Ja, je moet het een beetje leuk gaan aankleden. Dus ja, top. Helemaal leuk. Het ziet er naar uit dat de horeca voorlopig dicht moet blijven. Je gaat het nu wel echt voelen, zeg maar. Dus je moet echt wat gaan ondernemen om dus je hoofd boven water te halen. Maar gelukkig blijven de herinneringen aan het café. Toevallig was er een meisje die zei van, jee, wat doen die kerstbomen op het biljart? Daar sta ik normaal op te dansen. Dus dat is wel grappig, maar die zijn natuurlijk verbaasd. Maar ook heel erg leuk, want het is natuurlijk best een uniek pand waar je eigenlijk alles wel in kan verkopen. Dus het ziet er natuurlijk superleuk uit.